jaloerse artiest. Dinsdagmiddag. En dan vragen we altijd aan een Nederlandse goede artiest op welke andere artiest die jaloers is. Komen dat mooie gesprekjes tevoorschijn. Ja, want artiesten zijn natuurlijk ook jaloers op andere artiesten. En voor dit blokje verantwoorde radio zetten we altijd even onze zwarte brillen op. Een pijp in de mond. En we kijken even wat serieuzer. Zo. En dan zeggen wij... Spreken wij met een jaloerse artiest? Absoluut. Yes. Yes! En welke jaloerse artiest hebben wij hier te pakken? Mijn naam is David. Ik speel in John Coffey. Yay, David van John Coffey. Fijn dat je er bent, David. Ja hoor. Hey, jaloers op. Ja, dat kan maar één. Jij zei al meteen, dat wordt de Foo Fighters. Dat wordt Dave Grohl. Ja, dat is absoluut jaloers, ja. En dat wordt ook zeker het nummer Everlong. Maar vertel ons waarom dan. Nou ja, eigenlijk met elk liedje van de Foo Fighters en Dave Grohl is dat hij bouwt ontzettend goede refreinen. Mm-hmm. En voor de rest een liedje wat er helemaal omheen draait, wat ontzettend smeekt om die refreinen. Wat zijn wat smeekt om de refreinen? Nou, dat nummer begint en het begint... En dan... ik kan niet nou doen. En dan volgens dan weet je van... Oké, dit is vet. Maar je zit te wachten op die release. Die je absoluut gaat krijgen in de vrijheid. Maar eerst moet je het couplet nog door. En volgens mij direct nog een coupletje. En vervolgens een predefreintje. En dat predefreintje gaat je helemaal nog even teasen. Om vervolgens in het warmste bad ooit gegooid te worden. Want dan krijg je eindelijk die release van dat refrein. Het is gewoon... Hij zit alleen maar te kietelen de hele tijd. Hij zit te kietelen en het is Katy Perry in een rockjasje eigenlijk. En ja, dat doet hij. Als iemand dat goed kan, dan is dat Dave Grohl. Oh, wacht even, die snap ik niet. Ik snap heel goed dat je, nadat ik heb net even geluisterd, dat je echt denkt, nou kom op, kom dan met het refrein, kom dan! En dan komt hij maar niet. Ja. En dan doet hij hem bijna, maar dan is het toch nog die, hoe noem je dat, pre-refrein, hoe noem je dat ook weer? Pre-refreintje, ja, dat is een trucje dat je doet. Je hebt een refreintje dat een enorme release is. Maar dat predefreintje, daar gooien de artiesten en songwriters alles in om nog even een soort ultimate voorspel te creëren. Waardoor je eigenlijk op knoppen staat. En dan is die release van het refrein uiteindelijk. En leg nog even uit Katy Perry in een rockjasje. Nou ja, kijk, het is natuurlijk. Het zijn liedjes met een hele goede popstructuur, volgens mij ideaal voor radio. En ja, dat is natuurlijk. Katy Perry of Taylor Swift of wat dan ook. Dat zijn liedjes waar heel lang over nagedacht worden. Door mensen die daarvoor betaald worden. Vaak naast alles schrijft Katy Perry heel veel liedjes zelf. Nee, je draait dat nummer gewoon, dan kun je het gewoon horen. En dan luisteren volgende week, David, naar 3FM. Want het is Foo Fighters week volgende week op 3FM ook. Heb je al kaartjes voor de Foo Fighters? Ik heb nog geen kaartjes. Nee, absoluut niet. Ik wil ze wel winnen. Nou, volgende week luisteren, want dan gaan we ze weggeven in de Foo Fighters week. Woe! Oké. Woe! Voel de opbouw van de Foo Fighters.